heb het ooit gelezen, ik weet niet wie het geschreven of gezegd heeft, maar het is, die kon je het belden als een boom die uit zijn oude grond gehaald hebt en ergens anders geplant. In het begin, zeg maar, de bladen vallen, het lijkt dat het de boom dood is, maar het heeft tijd nodig om weer te kunnen groeien. Zo is het met alle vluchtelingen die iets willen bereiken in een ander land. Ik ben met mijn twee zussen en broertje gekomen. 1 jaar later kwamen mijn ouders en 6 maanden later is mijn vrouw ook gevlucht. Toen ik begon met de Briebazer was ik 3 jaar niet met studie bezig, alleen de Nederlandse taal. Daardoor is mijn kracht qua focussen, zeg maar, en concentreren, bedoel ik dat het lager is dan vroeger. Omdat ik de Briebazer gevolgd heb, had ik ook de kans om een Briemaster te kunnen doen, omdat ik al een bachelor heb. Dus had ik me gemeld en de Engels en de wiskunde bijgehaald. Meerdere partijen heeft dit programma ondersteund, onder andere Fonds, Tilburg Fonds en UAF, dus een organisatie die vluchteling ondersteunt, en Tilburg gemeente. Ik heb ook de masters Data Science en Society gestudeerd, dus ik wil iets in de society doen.